voelt het? Niet slecht. Je zit terug op de plaats die uw vader u heeft nagelaten. En ik zal er maar eens direct in vliegen, denk ik. Het zal nodig zijn. Oké. Luc. Bedankt. Waarvoor? Dat je mij mijn bedrijf hebt teruggegeven. Jij bent hier thuis. En niet alleen hier. En het is er misschien niet de tijd of het moment voor. Maar ik ga het u toch vragen. Komt u bij mij wonen? En ik ga in één trek door. Wilt je met mij trouwen? Is het waar, jongen? Zou het wel weg doen? Jori, antwoord dan. Ik maak een antwoord. Isabel. Hey, laat die jongen eens met rust. Hij wil niet. Jori, kies jij voor Sennen of kies jij voor mij? Het heeft niets te maken met een keuze tussen alle twee. Nee? Met wat dan wel? Ik moet nog even nadenken. Mag ik alsjeblieft nog even nadenken? Wel, als jij mij niet helpt, hè, wanneer ik u nodig heb, dan ga ik daar mijn conclusies uit moeten trekken. Hè. Ik dacht dat ik meerwaard was voor u. Isabel, wacht. Ik wil dat u kunnen uitleggen, echt waar, maar ik ben er zelf nog niet uit. Ofwel zijn ze voor mij, Jori, ofwel zijn ze tegen mij. En er is geen tussenweg. Niet waar, Senne? Hè? Bedankt, Senne. Ja, ze zijn nu content. Excuseer, wat kwam die trut hier? Oh, nu is ze helemaal zot geworden. Ze vraagt aan Jori om tegen mij te getuigen. Jori, dat gaat het toch niet doen? Nee, dat ga ik niet doen, nee. Maar niet omwille van u. Omwille van Eva. Eva? Ja, Eva, ja. Eva komt terug. Een appelsien. Ja, het moet weer lukken. Oh, Felicien is er echt met haar gedachten niet bij, hè. Nou, dat is ook de moeite niet om te persen. Oh, alles moet de mens hier zelf doen. Ah, mama, je zit al op. Ah, zoals je ziet. Dan voelt je dus al beter. Veel beter. Ik heb meer dan genoeg gerust. Je bent toch niet van plan om nu al te gaan werken? Ja, natuurlijk wel. Sommige dingen kunnen nu helemaal niet wachten, hè. Sommige dingen. Luc Bomans misschien? Oh, heb jij al ontbeten? Ja, ik wil maar nog een kop koffie. Ja. Gaat geluk spreken? Zeg, Anneke, de koffie is al doorgelopen. Hoe kun jij de melk nemen in de koelkast? After you. Dag, hè. Thank you, sir. Wait. Please. Gaat jij nooit ophouden met mij te verwennen? Nooit. Vanaf nu wordt u verwennen mijn levensdoel. Dat hoor ik graag. Zeg, waar wil je volgend weekend naartoe? Meende jij dat? Natuurlijk. Vanaf nu maken we van elk weekend een feest. Ik ben nog niet eens bekomen van deze weekend. Wat vond je van het hotel? Schitterend. Jij weet ze toch echt te kiezen. Nou, een van mijn talloze talenten. Oh ja? Hm. En wat zijn nog andere van uw talenten, meneer Bomans? Je mocht... Eén keer raden. Juist wat ik nodig had. Spijtig dat we terug moesten komen, hè. Zal ik u eens iets vertellen? Deze nacht lag ik een half uur wakker. En ik lag naar u te kijken en ik dacht... Met haar wil ik oud worden.
Echt? Echt. Met u en met niemand anders. Mm. Een leven lang weekend samen. Mm. Allee, kom aan, zegt jij het dan. Zegt jij dan wat ik ervan moet denken van Waldeck en zijn madame? Maar ik zou het niet weten. Maar ik zou toch niet rap conclusies trekken? Jij noemt dat rap. Iemand die plotseling verhuist om onduidelijke redenen en dan ineens een zwangere vrouw probeert te verstoppen. Voor mij was dat ineens zo klaar als een klontje, zijn het dree. Schijnbedriegt, hè, Jenny. Schijnbedriegt. Het is vooral de Waldeck die kan bedriegen, ja. Oké, Dreekje. Wat er aan de hand is, weet ik niet. Akkoord. Maar het is in ieder geval iets los. Ja, oké. Okay. Kan zijn. Kan. Ja, maar waarom doet hem anders de gordijnen toe? Maar omdat waarschijnlijk de zon in zijn ogen schijnt. Of misschien wilt hij naar de televisie kijken. Toch redenen genoeg? Moet je altijd het ergste denken. Ik durf er mijn kop op verwijten dat hij een affaire heeft met die vrouw. Of toch zeker heeft gehad dat hij zijn Poolse dree die zwanger is van hem. Maar hij zit met ons Rosa, hè? En wat heeft hem nu gedaan? Hij heeft waarschijnlijk al dat geld van ons Rosa aan die vrouw gegeven om er vanaf te raken. En hij dacht dat het gelukt was, maar dat mens is hem gevolgd en die heeft hem gevonden. Voilà. En dan is hem rappetjes verhuisd in de hoop dat ons Rosa het niet te weten zou komen. Voilà. Hoe dat jij geen roman schrijft, dat versta ik niet. Hè? Met zoveel fantasie. Blij was hem niet, hè, toen hij maar zag. Dat heb ik wel gezien, dat was heel duidelijk. Maar ik zal u eens iets zeggen, hè. De mensen hier die mogen dat mens nooit te zien krijgen. Dat kan zijn, dat kan onbewust zijn. Maar misschien heeft hij daar wel een uitleg voor. Ja, maar waarom is hem dan al zo overkop naar de pastorie verhuisd? Omdat jij hem het leven moeilijk gemaakt hebt. Nee, Dreken, nee. Ons Rosa mag dat vrouwke niet tegen het lijf lopen, daarom. Ja, dat is mogelijk, dat is mogelijk. Ons Rosa mocht zelfs niet naar de pastorie komen. Dat is geen neilig hart. Maar het was Jenny weer, hè? Jenny was weer de racist. Maar ik zou toch niet erop van stapel lopen, hè, Jenny? Wacht nu toch tenminste een beetje af. Wie weet komt Waldeck met die vrouw naar ons toe en blijkt er een perfecte uitleg voor te bestaan. Nou, afwachten, daar zit jij een held in, hè? Weet je nog met die drugsaffaire? Je dacht dat Marie geen gevaar liep, hè? Maar afwachten, hè? Maar afwachten. Heeft het geholpen? Wat is er zo dringend dat het niet meer kan wachten? Ik ga gewoon naar kantoor. Ik moet wel dringend orde op zaken stellen. Hè? Waarom geef je niet gewoon toe dat je Luc wilt spreken? Als Luc daar is, zal ik hem wel zien. Hè? Allee, mama. Je vertrouwt de zaak niet meer. Zo simpel is het. Wel, nee. Maar het is toch normaal als uw partner... Partners? Zakenpartner. Als uw zakenpartner net zo'n proces heeft meegemaakt, is het normaal dat je hem wilt spreken. Hè? Trouwens, je moet hem nog proficiat wensen met zijn vrijspraak. Er is dus geen vuiltje aan de lucht. Tuurlijk niet. Bon, ik moet naar mijn consultatie. Ja, de plicht roept voor mij ook. Maar ik denk dat je morgen terug ziek in je bed ligt, als je gehoord hebt wat Luc te vertellen heeft. Helemaal niet. Nee. Ik ben er volledig terug bovenop. Je gaat zien. Vanaf morgen business as usual. Goedemorgen. Ja. Ja, zeg, meneerke, moet jij alleen eten, hè? Ja, sorry, ik moet mijn spoelen. Ik was vergeten dat ik Sabine nog moest gaan ophalen. Ah, ja, Sabine, waar is die eigenlijk? Bij de Dierensen. Bij Jolien, zijn vriendinnetje van haar. Nee, als ik even ga ophalen zonder Sabine, schiet hij met een kop eraf, denk ik. Oh god, dat is waar, ons Eva. Wanneer komt ze aan? Over een uur land je al op samen, Tim. Het is ermee. Over een uur? Dan gaan we wel mogen naasten, hè? Absoluut. Zeg, ik pak er deze mee van onderweg. Salutjes, hè. Dag, hè. Tot straks, hè. Oh god. Ons Eva komt terug, ze. Waarom blijfde jij die Waldeck zo verdedigen? Maar ik verdedig hem niet, Jenny. Ik probeer alleen maar te beletten dat je overhaaste conclusies zou nemen. Al schijn ik daar voorlopig nog altijd niet in te slagen. Allee, zegt jij het dan eens. Welk is uw conclusie dan? Welke andere uitleg zou er nog voor kunnen zijn? Het lijkt aanhouwerij omdat het aanhouwerij is. Ik zal u mijn conclusies geven als ik over meer informatie beschik. En dat zou jij beter ook doen. Och, Dreken, ik wist het toch zeker dat hem het zonder bovenbaas zou afbollen. En dan heeft hem nog het leven om de schuld op mij te steken. Dat is toch niet te geloven? Nee. Dat is inderdaad niet te geloven, nee. Nee, maar ons Rosa geloofde hem wel. Dan wou ik het nog aan goed maken, al goed dat ik het niet gedaan heb. Oh, als ons Rosa deze hoort, hè. Ik zou in elk geval 100% zeker willen zijn vooraleer ik Rosa ga alarmeren. Heb ik gisteravond iets gezegd? Nee, hè. Maar hoe meer dat ik erover nadenk, hoe koleriger dat ik word.
Dreke, luister, hè. Ik heb zo het gevoel dat ik niet lang ga kunnen wachten om het tegen Rosa te zeggen. Hè? Nee, en als je dan toch zou vergissen? Dan heb je nog eens voor extra problemen gezorgd voor niks. Om nog te zwijgen over het figuur dat je gaat slaan. Hè? Ik ben heel zeker van mijn stuk. Ik moet alleen een manier vinden om hem te doen bekennen. Maar we gaan met hem praten, hè. En geef hem de kans om het uit te leggen. Dat is nog normaal, zeker? Of hebt je misschien schrik dat je zult moeten horen en dat hij toch niets verkeerd gedaan heeft? Wat? Ik ben een keer benieuwd hoe lang onze Jury zijn relatie met Isabel gaat kunnen geheim houden. Hm. Een week geef ik hem en dan weet Eva het. Letterlijk. Geef mij eens boter. Dat zal wel allemaal meevallen. Je zult dat wel zien. Je bent ook wel blij dat ze terugkomt, hè? Blij, niet speciaal. Ik ben er ook niet kwaad voor. Je zult wel uw redenen hebben om blij te zijn, hè? Ja? Waarom? Waarom? Je had toch een oogstje op haar, hè? Wie? Oh, ik? Kom, oh, gebeurt... Op Eva? Dat is nu waar. Je weet het niet meer, zeker? Wat? Ik weet het wel nog, hè? Ik weet van niks. Ik herinner me niks meer. Och ja, lach er nog maar wat mee. Goedke, je moet daar toch geen zorgen over maken, hè? Eva, dat was vroeger. Jij zijn mijn lief nu. Het is anders al niet zo lang geleden dat je... Ja, ik weet het, ik weet het. Dat zal niet meer gebeuren. Ik ken Waldeck zijn uitleg al. De nozelste uitvluchten zal hem verzinnen. Hij zal liegen dat hem zwart ziet. Maar dat kunt je toch niet weten? Ik weet dat wel. Al de mannen zijn hetzelfde. De bloemetjes buiten zitten en voor de rest liegen tot ze erbij neervallen. Frank heeft nooit anders gedaan. Uren in de wind stonk hem naar andere wijven hun parfum. En toch bij hoog en bij laag volhouden dat ik de enige was. En dan spreek ik niet van één keer, hè. Heel de tijd dat we getrouwd waren, was dat zo met die junorenlopers. Ja, het kan zijn, Jeannie, maar Waldeck is Frank niet. Ja, dat zeg ik ook niet, hè. Ik zeg alleen dat dat niet normaal is. Dat ineens weglopen en dat geheimzinnige doen met die zwangere vrouw. Dreke, er zit iets achter. Dat is niet normaal, nee. Maar dat hoeft erom niet te betekenen dat het is wat jij ervan maakt. Als er nu een perfect normale uitleg voor is, dan moet hem toch geen verstoppertje spelen? Onze Rosa gaat dat niet pakken, ze, hè? Dan is het toch nog altijd beter dat ze die een uitleg van Waldeck hoort en niet van u. Denkt u? Jenny, als jij nu naar beneden gaat, hè, dan zal het niet lang duren of Rosa heeft door dat je iets op uw lever hebt. En als je dan eventjes uw mond voorbij praat en bovendien blijkt dat achteraf niet juist te zijn, wat dan? Je hebt gelijk. Ja. Ik heb zekerheid nodig. Dus ik pak mijn jas en ik ga cito presto naar de pastorie. Ik ga uitvissen wat daar aan de hand is. Jij ruimt wel verder af, schat. Nee, dat is een techniek die al lang wordt toegepast. Wat lief? Ja? Mag ik u daar straks over terugbellen? Ja, zonder fout. Ja, tot straks. Dag, Luc. Dag, Maria. Jij kunt niet geloven hoe blij ik ben van u hier weer gewoon aan het werk te zien. En jij kunt niet geloven hoe blij dat ik ben. Maar ik had ook nooit anders verwacht, hoor. Altijd geweten dat je onschuldig waart. Ja. Is natuurlijk ook een beetje dankzij uw positieve bijdrage dat ik hier nog zit. Klein moeite. Nee. En dat terwijl je ziek waart, ik apprecieer dat enorm. Ah, wel ja. Voor een vriend moet je iets over hebben. Ah ja, Luc, zeg. Ik heb hier een brief gekregen van Vertomme. Huh? Ja. Over het niet betalen van de tweede aflossing. Ja, dat zal wel een vergissing zijn, zeker, hè? Ah, wie dat we hier hebben, zei ons, Marianne. Allee, voor één keer kom jij eens van pas. Kun je ineens uw rommel meenemen. Zeg, maar denk jij wel dat je mee bezig bent? Nou, kom aan, Frank. Het is 9:00. Simon, joh, meneer Jeff, dat is niet goed voor mij een tikker. Heb je niet veel hoesting om te gaan werken? Nee, dat is een nagel op de kop. Ik heb geen hoesting om te gaan werken, dat zijn die techniek. Dat verzonnen ik net niet. Nee? Ja, ik ook niet. Allee, nu dat Leontine haar aandeel in de firma aan Simon heeft gegeven, is het toch een reden te meer voor u om erin te vliegen? Verstaan je dat niet? Ah, wel, dan zal ik het eens uitleggen. Ik heb geen goesting om naar Sanitechniek te gaan werken, want als ik hier door één stap binnen zit, dan moet ik altijd denken om die slet van Leontine. Maar lang niet. Jawel. Die is er voor goed buiten, daar moet de gerust in zijn. Ja. En hier blijven zitten zagen. Is dat beter? Ja, eigenlijk is dat veel beter. Allee, doe nu een ozel en ga werken. Oh, ja. Ik heb nu toch wat dat gebouw? Een eigen firma? Wat die nu niet laat bakken? Ja, voilà, dat is Stef Frank, onze eigen firma.
En wij gaan er een succes van maken zonder Leontien. Simon, ik ken mijn eigen. Ik weet dat hij er maanden heeft gewerkt en dan is dat precies, dat is een spook dat er hangt. Dat is een spook. Oh, ja, een spook of ik ben alleen weg. Hoog het. Proceke. Allee, salut, hè. Allee, allee. Ja, straks, ja, straks, kus. Oké. Ik hoop nu maar dat ze er niet mee stoppen, hè. Natuurlijk niet. In het begin is dat een beetje moeilijk, maar daarna komt dat wel in orde. Ja, maar ja, ik zeg, ik hoop het. Maar als ze met een klak naar gooien en failliet gaan, dan ben ik mijn centen kwijt. Oh. Je verstaat toch wat dat wil zeggen, Marianne? Dat wil zeggen ophoepelen. Je vergeet dat je hier niks te zeggen hebt. Je bent minderheidsaandeelhouder. Het is niet omdat je Luc hebt gesteund tijdens zijn proces dat je nu opeens een zakenpartner bent, hè? Hij is wel wijzer, hoor, dan met zo'n loser als jij in zee te gaan. Ah ja? Aha. Luc? De kaarten liggen momenteel een beetje anders, Marianne. Ik ben geen mede-eigenaar meer van Verkammen. Wat bedoelt je? Ik bedoel dat Leontien nu eigenaar is van mijn aandelen. Alsjeblieft. Ja, Marianne, dat heb je goed gehoord. Dus als je even uitrekent wat dat wil zeggen... Juist. Ik bezit nu een ruime meerderheid van de aandeel in Verkammen. En jij weet beter dan wie ook wat dat wil zeggen. Hè? Ik heb het hier nu terug voor te zeggen, Maria. Ja. De vogel is gaan vliegen, natuurlijk. Je zit al terug in Polen, denk de smerlap. Ja, en een eigen bel heeft hem natuurlijk niet. Goedemorgen, Jenny. Goedemorgen, meneer Pastoor. Heb ik u hier gisteren al eens niet gezien? Ja, dat kan. Ja, ja. En, wat kan ik voor u doen? Een koffie, Dirk. Alsjeblieft. Rosa, wilt jij aan Jenny zeggen dat ik tegen de middag zeker zal terug zijn? Dus goed, ik zal dat doen. Zeg maar, weet jij wat dat is? Want die had hier al lang moeten zijn. Ze wil absoluut naar Waldeck. Naar Waldeck? Ja, ze wil hem spreken. Tja, dacht dat ze dat al lang had gedaan? Ja, maar er is iets tussen gekomen, geloof ik, de laatste keer. Oh, of ja, zwart. Als de plooien maar glad gestreken geraken tussen die twee, wat dan kan de Waldeck eindelijk naar hier komen. Ja, ja, dat is het ook. Dag, zonne. Ja, het grapje heeft nu wel lang genoeg geduurd. Grapje? Ziet jij iemand lachen? Ja, je weet heel goed wat ik bedoel. Luc zou al zijn aandelen weggegeven hebben. Al is toch geen zinnig mens die dat gelooft? En toch is het waar. En waarom zou Luc alles weggeven wat hij heeft? Daar heeft hij zo zijn redenen voor. Maar doe geen moeite, Marianne. Dat verstaat jij toch. Nu. Ik ga naar mijn bureau. Marianne, luister eens. Leontien spreekt de waarheid. Zeg, gaat jij dat spelletje blijven meespelen? Het is geen spelletje, Marianne. Ik heb mij uit het bedrijf teruggetrokken. Ik ben nu enkel nog executive manager. Leontien heeft de touwtjes opnieuw in handen. Sorry. Oh, ga ze toch naar zwartkijker. Een zwartkijker, ik? Ik zie de zaken nuchter en ben graag op alles voorbereid. Ja, maar op het ergste eerst. Is dat zo abnormaal? Frank en Simon die hebben niet de minste ervaring in het leiden van een zaak. Leontien deed dat toch altijd? Nou, daar kun je gelijk in hebben, maar... Zeg, zou je dat geen goed idee vinden dat ik zo'n handje helpen in het secretariaat? En die kwestie van controle? Nee, ik vind dat geen goed idee. Ik kan alleen maar miserie brengen en die hebben de laatste tijd al genoeg gehad. Ja, maar het zijn mijn centen die erin zitten, hè? Die gaat het terugkrijgen, zelfs zonder dat jij ermee gaat moeien. Florken, ik moet toch weten wat ze daaruit spoken. Zullen rap genoeg weten? Ah, misschien als het te laat is. Als jij daar gaat bijzitten, dat gaat zo op hun systeem werken dat ze ermee stoppen. Bon, bon. Dan gaan we nog maar een beetje wachten. Maar ze kunnen zien dat ze hun verstand gebruiken. Hè? Of mocht u nu niet ongerust. Daarbij, Sanitechniek, die hebben toch veel klanten? Ah. En wie heeft er die klanten aangebracht? Leontien. En ze kan ze evengoed nu weer afpakken. Pjoch.
Valdek is eventjes weg, denk ik. Eventjes? Ja, waarschijnlijk een boodschap kan doen of zo. Is dringend. Ik wil hem toch absoluut spreken, ja? Ja, dan denk ik toch dat je beter straks nog eens terugkomt, want ik heb er ook geen idee van hoe lang je nog zal wegblijven. Maar ik kan het natuurlijk ook aan u vragen, hè, meneer Pastoor. Ja, als het kan, zal ik u helpen. Wel, er logeert hier een vrouw bij de Waldek. Ze is op haar laatste, denk ik. Heb jij die soms al gezien? Waarom wilt je dat weten? Hé, hey, we zijn thuis, hè. Hé, hey, kom eens zien wie dat er is. Allee, zijn wind is al goed. Ik was content dat ik nog op tijd was. Ja. Allee, zet u. Je ziet er nog wel moe uit, vind ik. Maar nee, echt waar het gaat. Iets hebben om te drinken? Nee, je moet zoveel moeite ja, niet wel, doen. Ik ben veel te content dat je er bent. Ah, toch thuis. Zie, Eva is er. Ik zie het, ja. Hé, hey, Sinne. Hoe is het? Goed. Hé, hey, dag Eva. Ah, dag Marie. Amai, jij ziet er goed uit. Allee, merci. Een goede reis, schat. Ja. Allee, bedoel, er waren geen problemen of zo. Ja, allee, dat is wel ambetant, zo lang in zo'n vliegtuig zit. Ja. Ik voel mijn benen niet meer. Ja, zet u, zet u. Ja. Yes, er was voor de rest niet veel meer, maar ja, Juri en Boots, ja. Nee. Zeg, en met de mannen ging er alles oké? Okay? Alleen de Christophe en zo? Ja, echt waar, goed. Je voelt zich er thuis. Ja. En je moeder en Dirk? Zijn ze nog verliefd? Ja. Ja, wacht. Dirk die werkt nu bij een bewakingsfirma. Dus alleen die verdient ook echt goed. En ons mama die denkt erover om een winkeltje over te nemen. Allee. Maar ze missen jullie wel echt heel hard. Dat was nu wel het laatste wat ik van u verwachtte. Maar hoe kun je nu zo stom zijn om alles waar je zo hard voor gewerkt hebt weg te geven? En wat denk je dat je ervoor in de plaats krijgt? Marjan, waarom zou ik daar iets in de plaats voor willen? Voor wat hoort wat. Ja. In dit geval niet. Je denkt toch niet dat je geloof? Wat jij gelooft of niet, laat mij ijskoud, Marian. Dus als je nu alstublieft uw rommel zou willen maar pakken... Wacht, he? Zo gemakkelijk gaat dat niet, hè. Het is niet omdat Luc u zijn aandelen gegeven heeft dat ik hier niks meer te zeggen heb. Ik ben mede-eigenaar. Vergeten. Hoe zou ik dat ooit kunnen vergeten? Ah, wel? Marian, je moet eens goed leren luisteren. Je bent nu minderheidsaandeelhouder. Je hebt mij indertijd serieus onder mijn neus gewreven wat dat wou zeggen. Je hebt mij hier gewoon buiten gewerkt. Dus nu, Marian, krijg jij van hetzelfde laken een broek. So long, Marianne. En de wind van achter.